Wie doet dit nou zoiets, denk ik dan? Dat doe je niet. Weet je, als je een portemonnee van iemand had, nou ja, oké. Okay. Mijn vrouw is gisteravond om 7:15 haar gaan uitlaten en daarna boodschappen gaan doen hier bij de Albert Heijn. Zij heeft haar, omdat de honden niet meer in de Albert Heijn mogen worden vastgemaakt, haar voor het hek vastgemaakt met de ketting en haar halsband. En toen ze terugkwam, was Shiva, ons hond, vertrokken. Ik zie u hier staan. U trilt. Ja, ja, ik ben boos, ik ben opgewonden, ik ben verdrietig, ik heb slecht geslapen. Ik ben eigenlijk de hele morgen en gisteravond al bezig met het plaatsen van berichten op Facebook, Marktplaats. Als u zo van uw hond houdt, is het dan niet onhandig om hem maar even met een knoopje vast te leggen? Kijk, moet ik mijn hond aan een kettingslot, een cijferslot gaan leggen voordat ik boodschappen kan gaan doen? Of hem gewoon maar niet meer meenemen. Ja, dat is dan de oplossing, denk ik. De trieste conclusie die ik moet trekken. Ik denk dat we lijntjes hebben uitgegooid in de hoop dat we haar weer terugzien. En dat is natuurlijk de belangrijkste hoop. En ja, zelfs als dat niet zou gebeuren, hoop ik dat ze dan alsnog bij iemand terechtkomt die ook werkelijk om haar geeft. En niet degene die haar heeft meegenomen. Want die geeft nergens om.